Officier van Justitie Cynthia Klein heeft vandaag een gevangenisstraf van 12 jaar geëist tegen Robert van Trict, ex-gouverneur van de Centrale Bank van Suriname. Verder een geldboete van 500.000 SRD te vervangen door een celstraf van 18 maanden. Tegen zijn medeverdachte Ashwin Agnew is 5 jaar gevangenisstraf geëist en een boete van 150.000 SRD of een hechtenis van 12 maanden. Advocaat Erwin Kanhai is erg verrast met de eis van de openbare aanklager. Er is een eis geformuleerd door de vervolgingsambtenaar van 12 jaar. En ze heeft daarbij de bewijsmiddelen opgezond. Maar goed, we zien wel over een paar weken. Kennelijk heeft het Openbaar Ministerie gedacht van laten we dat erbij zetten, zodat we een motivering kunnen vinden voor onze hoge strafeis. Weet u? Maar goed, laat de rechter kijken naar die beide wetsartikelen die er zijn en daar een beslissing over geven. Die artikelen zijn wat mij betreft, u kunt het zelf ook opzoeken, wat mij betreft overduidelijk. Agnew was zakenpartner van Trick en directeur van het accountantsbedrijf van de ex-governor. Van Trick zit al langer dan een jaar in voorarrest. Naast de strafeis wordt het accountantskantoor Orion en een Range Rover die was gekocht uit middelen van de bank verbeurd verklaard. De officier is van mening dat het is bewezen dat Van Trick, Ashwin Agnew, gewezen minister Gilmore Hoefdraad en directielid van de Centrale Bank Farhanas Hosseel zich schuldig hebben gemaakt aan het benadelen van de staat.